Mayron Boadu, ik ben 19 jaar en speel bij AZ. Een droom komt uit voor de 18-jarige. Dromen kunnen altijd uitkomen als je gewoon hard blijft werken. Ja, deze plek is bijzonder omdat ik zeg maar, hier toch mijn eerste stap qua voetbal heb gezet. En qua straatvoetbal tenminste. En hier heb ik gewoon bloed, zweet en tranen gekend. Yeah. Niet altijd mooie momenten gehad, maar ja, dat hoort er gewoon bij. Dat maakt je sterk en dat maakt je tot de persoon die je nu bent, denk ik. En ja, dat is voor mij gewoon bijzonder dat ik hier niet alleen maar mooie momenten heb gehad, maar dat ik hier ook ben gevallen op mijn bek en gewoon weer ben opgestaan. Ik denk dat ik hier ben begonnen toen ik eerder. Ik denk 6, 7. Met mijn broer kwam ik hier. En toen natuurlijk mag je eerst niet met de grote jongens meevoetballen omdat het niet veilig is. Maar ja, dan begin je met keeper. Ik begon met keeper tenminste. Ja? Ja, ik begon met keeper. En, werd je gewoon op doel gezet? Of? Ik werd gewoon op doel gezet en ja, gewoon kijken of je die ballen kon tegenhouden. En daarna zie je dat ik ja, gewoon best goed kon voetballen, zeg maar. En, we hadden het net in de auto ook over dat het voor jou is gewoon werk. Zij hebben ook school nog, deze jongens. Heb jij school afgemaakt? Ben je gestopt? Hoe ging school? Hoe zag dat er voor jou uit in combinatie met school? Ja, school. ja, ik gewoon heel eerlijk, ik was niet top op school. Ik had het best moeilijk met plannen. Mm-hmm. En je moet ook heel vroeg opstaan in de jeugd, zeg maar. Volgens mij stond ik half zes of zo op. En voor een jongen van 12 die net zijn eerste jaar heeft, is dat best moeilijk. En, natuurlijk, plannen ging wat moeilijk. Ik hou ook niet van huiswerk. Maar ik probeer nu wel gewoon nog mijn school af te maken. Ja? Ja, dat klopt. Heb je school nog bij AZ of heb je ergens privé school? Bij AZ, hebben we zo'n studie. Zo'n niveau 4 studie. Mm-hmm. En zitten er misschien 10 jongens. 10 jongens van AZ gewoon in de klas. En ja. Kan je dat op je eigen tempo doen? Nee, het is zeg maar wel gewoon vaste tijd. Volgens mij 9 tot 11. Maar ik train altijd 11 uur en door mijn enkel moet ik toch wel wat meer tijd nemen, zeg maar. Dus het werd aan het einde wel een beetje lastig. Oké, okay. Ja, nou ja. Ik snap dat het lastig om te combineren. Ik hoorde het net ook al, dat een van hun zei, ja, school is plan B. Aha. En voetbal is plan A. Ja. Was dat het voor jou ook? Ja, in principe wel, maar ik vind wel, zeg maar, en het klinkt misschien heel standaard, dat school is gewoon echt, ik heb het zelf meegemaakt, school is echt belangrijk, zeg maar. Want ik raak 2 keer geblesseerd en wat als ik niet goed terugkom? Ja. Dan heb ik een probleem. Dus heeft het als door je hoofd gespeeld ook, op zo'n moment? Ik had altijd wel vertrouwd dat ik goed terugkom. Maar natuurlijk, je hebt soms wel in je hoofd, wat als ik dit niet meer goed kan, wat als ik dat niet meer goed kan. Had je echt dat vertrouwen elke dag? Was dat elke dag? Had je ook wel eens momenten dat je dacht... Ja, je hebt natuurlijk ook momenten van, wat als, maar... Dat was echt heel sporadisch. Heel veel besproken iets voor jou was gewoon al heel jong een blessure. Ja. Dat is, ja, dat herken ik heel erg bij jongens. Het is gewoon een zwaar moment. En wat is voor jou op dat moment, wat hield jou op de been tijdens die momenten? Ik denk zeg maar de mooie momenten die ik heb gekend, zeg maar, die ik had gekend. Die hielpen me toch weer vooruit. En, als je dan ook ziet hoe het met het team gaat, dan denk je gewoon van ja, daar wil ik zo snel mogelijk weer staan. Ja. En dat is het. Voelde je nog onderdeel van het team? Dat was moeilijk in het begin. Ja. Maar natuurlijk, je bent in de fysioruimte de hele dag. Je kan niet naar buiten, je kan niks doen. Je loopt op krukken. En ja, normaal gesproken was ik ook later dan het team, zeg maar, op de club. Mm-hmm. Dus ja, je mist wel die grapjes bij het ontbijt en zo. Dat soort grapjes mis je wel. Ja. Dat is altijd de gezelligheid. Dat is gewoon altijd de gezelligheid, ja. En dan, dat is al gezelligheid en het spelen, gewoon het spelen dat je op zaterdag weer... Het spelen natuurlijk met jongens als Kelvin, Owen, dat mis je gewoon heel, heel erg. En, dat zijn jouw maten, toch? Dat zijn mijn maten, ja. Dat zijn mijn maten. Ja, ik sprak net nog met ze, dus dat zijn wel mijn maatjes. Ja, en wat zou jij bijvoorbeeld aan jongens willen meegeven die in zo'n situatie, dus stel dat Julius of zo dit gebeurt, wat zou jij hem heel graag mee willen geven? Zeg maar, hij moet gewoon altijd blijven dromen. Dromen kunnen altijd uitkomen als je gewoon hard blijft werken. En ik denk gewoon dat je daar alles uit moet halen wat erin zit. Je kan niet, ja tuurlijk, er gaan dagen komen dat je
dat je wat minder zin hebt. Mm-hmm. Maar dan is het gewoon een kwestie van doorzetten. En dan moet je ook de juiste mensen omheen hebben, dat is ook belangrijk. Ja? Gewoon net als je ouders ook. Ja. Want hard werken, hoe zit, ik hoor dat heel veel jongens zeggen hard werken, hoe zit hard werken er voor jou uit? Wat is dat? Wat betekent dat? Hard werken is niet alleen zeg maar, op de training laten zien dat je de beste wil zijn. Zeg maar. Maar ik denk zeg maar, ook dat je er buiten moet laten zien dat je er alles voor over hebt. Yeah. En ik denk dat ja, als je de beste wil worden, moet je ja, die 10% die er misschien nog in zit, 10% meer dan andere jongens doen. Maar ja, soms zijn mensen dan niet bereid om dat te doen. Dus, ja. Ja, dat kan je dan weer net onderscheiden van de ander. Klopt. Dat het wel voor jou maakt dat je het redt en een ander dus niet. Ik had ook begrepen dat je had gerevalideerd in Amerika. En dat je gewoon heel veel aan de slaatam hebt gehad. Ja. Wat betekende hij voor jou dan? Wat zei hij bijvoorbeeld tegen jou? Het eerste wat hij zei was gewoon van we gaan er samen uitkomen. We gaan samen nog sterker terugkomen. En toen kende ik hem nog niet eens. En, dat was voor mij gewoon een moment dat ik dacht van oh, ja dat het balen zeg maar, het balen wegging. Dat zag je hem bijvoorbeeld ook wel eens dat het, als het een ander iemand was geweest, had je dan minder makkelijk zoiets aangenomen? Of was het, maakt het verschil dat hij het was die het zei? Het maakt natuurlijk wel verschil dat zo'n grote voetballer dat hij gisteren. Eerlijk is eerlijk. En ook als je zeg maar, ik heb hem ook in de hotelkamer gewoon zijn krachtoefeningen zien doen. Ja. Toen dacht ik ook van ja, ik weet niet wat ik de afgelopen 2-3 jaar heb gedaan, maar dat was niks. Next level gewoon. Ja, dat was next level, ja. Inderdaad. Deed hij ook, was hij voor jou ook op zo'n moment gewoon het mentale stuk? Hoe zag dat eruit? Bijvoorbeeld, we gaan het samen doen. Is er iets op mentaal gebied dat hij jou echt meegaf op zo'n moment? Wat jij misschien tot op de dag van vandaag nog meeneemt? Het was zeg maar. Hij zei ook tegen mij: gaan moeilijke momenten komen. Nog moeilijker dan nu, zeg maar. Mm-hmm. En dan gaat het toch gewoon om hoe je eruit komt. En dat, hij zei dat dat een hele lastige, heel lastig is. Maar dat gaat. En ook waarom ik net zeg van je moet goede mensen om je heen verzamelen. Yeah. Omdat hij dat ook zei. En ik was toen met mijn zaakwaarnemer in Amerika. En ik zei wat is gebeurd. Mm-hmm. En dat is echt een topgoos. Yeah. Ja. Hij en Mino samen is top. Ja, fijn. Ja, heel fijn. Heb je daar veel aan voor jou? Ja, tuurlijk. Het is gewoon, die twee mannen zijn echt super belangrijk in mijn leven. Want toen, daarna, toen je eindelijk weer fit was, kwam je ineens met, ging het als een in een sneltrein. En toen moest je ook omgaan met al die verwachtingen en media en alle dingetjes. Want hoe ga je daarmee om? Hoe deal je daarmee? Bedoel je naar mijn eerste blessure? Na je tweede. Oh, na mijn tweede. Na de tweede. Toen ging het echt. Ja, toen ging het echt als een speer. Media probeer ik niet te veel op te letten, maar natuurlijk, je krijgt er wel wat van mee. Ja. En ja, wat ik daar. Het ging echt als een speer. Ik heb het eigenlijk, je beseft het niet op het moment zelf. Je bent gewoon blij na wedstrijd als je hebt gescoord of zo. Maar niet dat je denkt van oh, ik heb dit gedaan, ik heb dit gedaan. Maar de enige kritiek kwam wel voor het eerst dit jaar. Ja. Dus dat was wel iets waar ik zeg maar, geen moeite mee had, maar het kan me niet schelen, maar ik bedoel wel, dat was het eerste dat ik, de eerste keer dat ik het heb meegemaakt. Dat is inderdaad, wat deed dat toen met jou, die kritiek? Hoe voelde dat voor jou? Die kritiek was gewoon, Het deed me niks hoor, maar Nee, raakt het je echt niet? Nee, het raakt me echt niet. Nee, ja, ik vind, je moet je niet, het kan elke week anders zijn. Ene week houden ze van je, andere week houden ze niet van je. Dus ik vind, je moet dat niet te serieus nemen. Ene week vinden ze je top, andere week zeggen ze weer van je verdient dit niet, je verdient dat niet. Mm-hmm. Dus natuurlijk wat ik zeg, ik krijg het natuurlijk wel mee. Ik probeer er zo min mogelijk op te lukken. Ja. Praat je er dan met anderen over of doe je het echt gewoon, je krijgt het en je legt het gewoon weer weg? En... Nee, als ik het doorzoek krijg, dan lach ik gewoon een beetje. Ja. Krijg je het veel doorgestuurd? Redelijk, niet superveel. Ik denk dat mensen ook weten dat ik daar niet van hou. Ja. Nee, dat snap ik ook wel. Nee, want dat is het inderdaad. De ene zegt dit, de ander zegt dit. En je weet nooit waar het heen gaat. Ja, klopt. Want ik had zelf nog... Ik ben jou... Vorig jaar was je natuurlijk gekomen met Ismael. Mm-hmm. En toen had ik eerlijk gezegd niet zo heel veel. Ik wist niet hoe jij je verder bewoog. En vanaf dan heb ik best wel gevolgd. Ik vond het wel leuk. Toen dacht ik, oh, ik ben wel nieuwsgierig. Ik vond het sowieso heel tof dat je toen kwam. Ja. Bij die training van de onder 17. Mm-hmm. En toen ben ik je ook een beetje gewoon gaan volgen van hoe doe je het nou eigenlijk.
En er was één moment, ik had jouw interview gezien bij Buitenveldert. En daarin zeg je, mijn droom is om ooit naar Manchester United te gaan. Is dat het nog steeds? Ja. Ook al gaan ze slecht, het is het nog steeds. En toen dacht ik, die wedstrijd daarvoor. Boadu met Urošević in zijn buurt, de verdediger. Kreeg jij twee keer geel. En toen miste hij hem. En mijn eerste gedachte was, oh mijn god, hij gaat die wedstrijd missen. Wat ging er door jou heen op dat moment? Ja, ik wist het ook. Ja? Ja. Ik liep al weg, ik dacht al van... Ja, ik was echt klaar mee, eerlijk gezegd. Ik ging 2 naar achter. Ik denk, ik wil gewoon iets forceren. Het was heel slecht wat ik deed. En op het moment dat je die fluit hoort en je zit er niet naar de stip bij, ze weet je al van, oh shit, dit is mijn tweede. Toen was ik al weg voordat hij me die rode kaart gaf. Dus je had het echt meteen door? Ja, ik dacht ook, ik wist waar mijn ouders zaten. Yeah. En ik wist, oh, want ik had al eerder rood gekregen dit seizoen. Yeah. En toen waren ze er echt niet blij mee. En toen dacht ik ook gelijk aan, dit raakt hem heel erg. Ja? Want toen zat je in de kleedkamer en toen, wat ging er toen allemaal door je heen? Wat gebeurde er met jou? Ja, ik in de kleedkamer, natuurlijk, je gooit met een paar dingen. maar daarna ging ik gelijk weer even in de catacombe staan. Om te kijken of er nog wat werd. En ik heb dat gewoon meegemaakt. Ik wist niet, toen het 2-2 werd, wist ik niet of ik naar buiten mocht of niet. Was je gegaan eigenlijk? Nee, ik ben niet gegaan. En wat kan je zeggen? Ik heb gewoon dingen kapot gegooid in mijn leven. Ja, dat is zo de keerzijde. Ik vond dat zo de keerzijde van... Dat vind ik sowieso iets tekenends voor jou. En daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Jij komt heel cool over en heel rustig over. Maar je hebt al best wel vaak rood gehad. En iedere keer denk ik, hoe doe je dat? Wat gebeurt er bij jou dat toch... Ik denk gewoon, ja. Tegen Willem II is het gewoon een beetje... Ja, kortsluiting, omdat... die gozer duwt mij. We staan 1-1. We krijgen daarvoor geen penalty. Hij duwt mij. Hij zegt nog iets in het Spaans volgens mij. Ik weet niet. Ik duw hem gewoon terug. Tegen Partizan was het wat ik net zeg. Ik probeerde gewoon iets te forceren. Yeah. En het ging helemaal mis. En ja, ik zeg eerlijk, ik was eigenlijk vergeten dat ik mijn eerste gele kaart had. Yeah. Dus, daar leek het ook wel een beetje op. Dat het echt, je kreeg hem en ik dacht echt, nee, dit gebeurt echt niet. Dit kan echt niet. Ja, dat was echt... Ik vond dat echt, want ik zat zo met die woorden in mijn hoofd van wat jij zei. Ja, ik vond het heel erg gelopen. Ja. Ben je wel mee geweest toen? Ja, ik ben wel mee geweest. En dat was nog erger. Ja, dat was nog erger. Ja? We trainen in het stadion. En dan kijk je om me heen en denk je van, hier ben ik morgen gewoon niet bij. En als je die wedstrijd ziet, ik weet hoe ik ben. Ik kijk naar wedstrijden gewoon alsof ik er zelf in speel. Mm-hmm. En dan denk ik gewoon van ik kon deze gewoon scoren zelfs. Ja, yeah. Hoe was het geworden? 0-0 of was het verloren? 0-4 verloren. Oh ja. Tweede helft maakte ze een zin. Toen ging het, was 0-0 tot rust, toch? Ja. Yeah. Oh, ja. En we speelden ze weg. Ja. Geen rust. Ja, het wordt een uitgestelde droom nog. Zeker. Want als je kijkt voor jezelf, hè, je vertelde toen over... Nou ja, het pad dat je wil bewandelen en wat is dan eigenlijk, hoe zie jij dat voor je? Hoe wil je nog, wat heb jij nog nodig om ook daar te komen? Ik denk misschien nog constant worden. En dan bedoel ik zeg maar, als ik een slechte wedstrijd speel, niet dat ik zeg maar, dan terugval naar een 3. Mm-hmm. Maar als ik een slechte wedstrijd speel, dat ik ook nog mijn woordjes kan meepikken en gewoon een 6 kan spelen. Dus ik denk dat en dan nog compleet te worden, denk ik. En dan heb ik het natuurlijk over koppen. Ik kan nog niet heel goed koppen, ik ben er wel mee bezig, dus niet dat. Ja, nee, dat zijn allemaal van die... Het is nog heel veel rek. Volgens mij vergeten heel veel mensen dat je eigenlijk nog best wel jong bent. Blik op de toekomst, dat is mijn laatste vraag. Wat is jouw blik op de toekomst? ik probeer gewoon... Tuurlijk, ik speel niet bij AZ. Ik denk zeg maar... Gaan we daar jou ook nog terugzien in september? Of, in principe wel. Ja. Het is heel rustig, nu. Het is heel rustig nu. Die is heel flauw, hè? Ja, maar ik denk in principe zie je me bij AZ gewoon terug. En dan daarna gewoon de stap maken. En nou, waar die stap is, dat weet ik niet. Maar, natuurlijk, ik heb al gezegd dat ik in de Premier League kan spelen. Maar Van de Premier League naar de Spaanse top. We hebben nog genoeg tijd. Dus, je hebt nog alle tijd. Hè? Dus, en natuurlijk zoveel mogelijk in het Nederlands zelf blijven spelen. Ja. Want heb je echt een plan van aanpak ook klaar liggen?
voor jezelf? Ja, nee. Ik laat het ook een beetje op me afkomen hoor, maar zeg hoe maar... Hoe ziet je plan eruit? Hoe ziet het eruit? Voor aankomend seizoen, zeg maar, als ik gewoon bij AZ ben, is het gewoon zoveel mogelijk goals maken en gewoon selectie, ik wil in de selectie zitten van de Nederlandse zelf natuurlijk. Dat is denk ik best logisch. En ja, er komt de EK aan, dus dat is ook heel belangrijk. Ja, volgend jaar ja. Kan je hier in de arena. Daar, vlakbij je huis. Gewoon, ik woon erachter, dus... Ga je lopend? Lopend. Zeg je, bel je Ronald Koeman? Ik ben wel lopend gegaan na het na Ajax. Ja? Ja. En mocht je ook gewoon lopend naar huis weer? Moest ik wel nog even aan de trainer vragen en toen mocht ik gewoon zelf mensen. Ja. Lekker. Is de droom nog daar ergens een keer heen te gaan? Of, bij Ajax weer bedoel? Ja? Droom niet, maar nee. Ik zit nu bij een topclub. Dus, misschien wel de toekomst. Nee, dat is meer ook omdat je gewoon hier... Ja, dus gewoon, je bent hier opgegroeid, weet je wel. Dus geen kan droom. Ook, misschien vroeger wel, maar nu niet. Is voor jou meteen de Premier League je grote droom? Of zit daar nog een tussenstap in? In principe, als ik me gewoon... Ik ben gewoon klaar voor om de stap te maken naar de Premier League. Is geen enkele stap te groot, denk ik. En een tussenstap natuurlijk zou ook mooi zijn, maar dan moet het wel een mooie grote club zijn. En, zo zie ik het. Super, bedankt voor je tijd. Ik heb nog een bedankje voor je. Yes. Die heb ik, die komt nog. Uh-huh. Hoe oud was je toen je dit debuut had gemaakt? Ik was 17. Ik was 17. Jong was het 15 al, maar ik raakte weer geblesseerd, dus het werd 17. Ja. Wat was er toen u bij Nederlands elftal, toen had u het debuut en toen had u gescoord? Wat was er toen daarna gebeurd, na de wedstrijd? Na de wedstrijd, ja. Ik heb misschien 30 interviews gehad. Daarna ging ik naar boven, zag ik mijn vader en mijn zus als eerst. En die waren in shock van wat er was gebeurd. Toen ging ik naar huis. Toen was mijn moeder daar, mijn broer daar. Heel mooi moment voor mij en mijn familie natuurlijk. En ik ga die dag nooit meer vergeten. Wat ik nog wil bereiken is gewoon... Ze zullen nog meer wedstrijden in het Nederlands elftal spelen. Aan een hoofdtoernooi met echt een groot toernooi met het Nederlands elftal. Ja. Champions League. Met winnen. Welke club? Winnen. Champions League? Champions League winnen, Champions League spelen. Met welke club? Met AZ eerst. En daarna zien we wel. Ja. En ik wil gewoon nog natuurlijk WK winnen. Ja. En in principe nog topscorer. Van? Eredivisie, Premier League. Hoeveel doelpunten had u dit seizoen? Ik had de competitie. Ja. Ik heb 14 volgens mij. Ja. 14. In hoeveel wedstrijden? 20 wedstrijden. 20 wedstrijden volgens mij. 20. En ik had 8 assists, dus dat is wel goed. Ik zat, ik zat er wel prima in. Ja. Zouden jullie kampioen worden als het seizoen was doorgaan? Nee. Jawel toch? Ja. Dat denk ik wel. Ik denk dat Ajax het nog heel moeilijk had gehad. Natuurlijk, wij hadden ook wedstrijden tegen volgens mij Feyenoord en PSV. Maar we hebben al laten zien dat we die twee gewoon makkelijk wil ik niet zeggen, maar gewoon wel aan kunnen. Ja. Heeft u nog tips voor ons? Hij is ook spits. Ja? Ja. Tips, ja. Individuele tips kom ik straks bij je. Maar tips als gewoon nu is gewoon plezier hebben. Natuurlijk hard werken en wat ik net tegen jou zei. Ik zei, je moet meer willen doen dan andere jongens doen. En, je moet je nooit kunnen laten pakken op dingen wat buiten voetbal valt, zoals school, of eten, of voeding. Ze kunnen je alleen maar helpen en dat moet je gewoon op een rijtje hebben. En wat ik zeg, je moet gewoon meer willen doen dan de ander. En dan met de kwaliteiten die ik heb jullie nog niet gezien, maar ik hoop dat jullie goede kwaliteit hebben, moet het wel gaan lukken. Dankjewel voor je tijd, voor je alles. Mooi, kan je hier dan mooi neerzetten? Ja, zeker. Zo leuk. Ja, ik hoop dat we nog een keer welkom bij je zijn als je ergens verder abroad bent. Ja, zeker. Dat we nog een keer bij je langs mogen komen. Dat zal ik ook wel. Yes, dankjewel. Hebben jullie nog iets zeggen? Ik had een vraag. Ja. Zouden we een shirtje mogen?
Ja. Oh. Ja, dan moet ik dan even met Jules bespreken. Ja. Ja, dat komt. Ja, dat is goed. Dank u wel.